Ik heb vandaag een kort verhaal. Voor Peter, die weet dat misschien niet. Doe altijd op het einde een verhaal. En daarmee is het als het ware een korte overweging. Waar je als het ware iets mee kunt of niet. Vandaag gaat het een beetje, is het een beetje een apart onderwerp dat in het Westen niet zo heel erg bekend is. Het gaat over onze relatie, nou ja. In het Westen hebben we het er natuurlijk ook wel eens over. Het gaat over de relatie met onze ouders. En dit verhaal gaat over een man, zijn moeder en het dorpshoofd. En wat ik precies bedoel met dorpshoofd, daar kom ik zo nog op terug. En in dit verhaal was er een arme familie. En dit was een tijdje terug. Een paar eeuwen terug. En in deze familie was er maar één, in dit gezin was er maar één kind. In het oude Thailand waren de gezinnen niet zo heel groot als zoals bij ons, maar wel iets groter dan nu. En het leven kwam niet echt op gang. Sorry, het kind groeide op en zijn leven kwam niet echt op gang. En dit kind was namelijk een beetje lui. En een beetje gemakzuchtig soms. En toen hij een tiener was, toen vroeg hij zijn moeder vaak om geld. Omdat hij zelf niet genoeg had en veel uitgaf. En toen hij volwassen was. En zijn vrienden van zijn generatie hadden allemaal al werk. Toen had hij nog steeds geen werk. Maar uiteindelijk wist hij te trouwen met een vrouw, omdat hij vrij knap was. Wist hij een vrouw te versieren en uiteindelijk mee te trouwen, die van een hele rijke familie kwam. En dus was het feit dat hij niet zo slim was in het, of niet zo actief was. In zijn beroepsleven was niet zo'n probleem meer. En hij had een heel relaxed leventje, want zijn vrouw was een vrouw van stand. En hij had alles heel relaxed en die vrouw die zorgde ook nog eens heel goed voor hem. Maar hij zorgde niet zoveel voor zijn moeder, die nog steeds leefde. En zijn ouders, of zijn vader. Wordt in dit verhaal niet over gesproken, maar we veronderstellen dat hij is overleden. Zijn moeder die leefde nog. Die was nog steeds heel arm. En hij zorgde niet echt veel voor haar. Hij zocht haar eigenlijk nauwelijks op. Hij was er eigenlijk een beetje vergeten. En op een dag klopte de moeder aan bij hem en vroeg om geld. Want het bleek dat ze best wel ziek was. Ze had gezondheidsproblemen en ze vroeg geld om voor de dokter, want ze had weinig geld. Maar de zoon die wilde dat eigenlijk niet echt geven. Maar uiteindelijk ging hij tegen zijn zin in, gaf hij haar wat geld. Toen zij uiteindelijk het geld had uitgegeven aan de dokter en op die manier een beetje voor haar werd gezorgd. Of dat ze uiteindelijk een beetje beter kon omgaan, dat ze medicijnen had om te slikken. Beter om kon gaan met haar ziekte. Begon hij later het geld weer terug te vorderen. Maar zij had helemaal geen geld over. Ze had wel wat land nog in bezit. Waar ze dan nog, als ze was een boerin. Maar ja, ze kon die landen wel verkopen. En dan kreeg ze nog wat meer geld. Maar daarmee kon ze hem niet terug afbetalen. Want zij was nog steeds wel ziek. En ze moest ook weer nieuwe medicijnen kopen en zo. En dus werd haar zoon boos dat ze het niet terugbetaalde, het geld. En hij ging boos naar het dorpshoofd. En in die tijd had je, en dat heb je nog steeds in Thailand, een traditie dat elk dorp in Thailand en elke kleine stad. Eigenlijk elke stad heeft wat men noemt een hoofd.
Dit noemen ze in Thailand, in de Thaise cultuur, noemen ze dat een kamnan. Of ook wel een poeijbaan. En dat betekent het hoofd van een stad, een dorp. Het is een wat informele rol. Wordt niet officieel veel erkend door de overheid. Maar er is wel communicatie met de gemeente vaak. En dat is nog steeds een bestaande traditie in Thailand die heel belangrijk is. En zo'n kamnan of poeijbaan die heeft vaak een beetje adviserende rol. Die zorgt ervoor dat er geen ruzie is en dat iedereen met recht wordt behandeld. Soms is het een beetje een half mafioos figuur als je pech hebt. Maar goed, dat ligt aan de dorp of de stad waar je woont. En in dit geval dus was die kamnan was een hele wijze man. En de zoon die dus boos was dat hij het geld niet kon terugvorderen van zijn moeder, ging boos naar de kamnan toe. En de kamnan die was een wijze man. En hij geloofde, zoals heel veel boeddhisten geloven, dat we allemaal heel veel te danken hebben aan onze ouders. En dat we ze eigenlijk met name proberen moeten om iets terug te doen voor onze ouders. Als we niet voor hen kunnen zorgen, zo echt uitgebreid, dan in ieder geval proberen nu en dan wat aandacht of wat iets materieels in ieder geval te kunnen geven of iets anders van onze aandacht of onze tijd. Nou ja, dat is de Thaise filosofie. Maar zoals jullie waarschijnlijk uit dit verhaal wel kunnen hebben opmaken, was dat niet echt iets waar deze zoon in geloofde. De kamnan, daar was hij dus heel boos naartoe gelopen. Die zei tegen hem, ik kan je wel begrijpen, je situatie. Maar hij dacht in zichzelf, dacht die kamnan, ik moet deze jonge man, die inmiddels al wat ouder was, moet ik echt wel een lesje leren. Want hij heeft maar weinig dankbaarheid en geduld met zijn eigen moeder, die het heel moeilijk heeft. En dus ging de kamnan hem wat geld lenen, maar er was een voorwaarde. De kamnan die leende hem wat geld, zodat hij wat geld had. Maar er was een voorwaarde. De man die moest een tas om zijn heup knopen. En in die tas moest hij elke dag een steen doen. En de kamnan die gaf als reden aan dat dat was om te tellen. In die tijd konden mensen natuurlijk niet zo goed tellen zoals nu. En op die manier kon hij dan tellen hoeveel dagen hij het geld geleend had. En dan moest hij regelmatig de kamnan opzoeken, zodat de kamnan wist hoeveel dagen hij het geld al had geleend. En zo kwam hij zich elke dag of regelmatig melden bij de kamnan, terwijl die elke dag moest hij een steen erbij doen in de tas. En hij moest de tas altijd bij zich dragen. Hij mocht hem nooit afdoen, want zo zei de kamnan, dat is de afspraak. En als je daar niet aan houdt, dan kan ik je geen geld meer lenen. En dan moet je het geld meteen weer teruggeven. En dat deed hij. Dus elke dag deed hij een steen in de tas om zijn heup. En op een gegeven moment, na 15 dagen, was die tas zo zwaar geworden dat hij het heel veel moeite had om hem te dragen. Want als hij naar de wc ging, dan moest hij hem ook om. Of als hij ging slapen, dan lagen al die stenen die lagen op zijn buik. Dus het was een beetje heel moeilijk. Dat was best wel zwaar. En toen dacht hij, nou, ik ga weer terug naar de kamnan. Het is goed genoeg geweest. Ik heb er genoeg van. En zo ging hij weer terug naar de kamnan. En hij zei, het hoeft al niet meer. Ik hoef je geld niet meer. Het is al goed. Ik heb geen zin om de hele tijd als een idioot met die stenen rond te lopen. En toen zei de kamnan tegen hem, weet je wie nog meer met allemaal stenen heeft rondgelopen? Met een hele zware bagage. En wel niet 15 dagen lang, maar 9 maanden lang. Nou, jullie kennen het antwoord inmiddels natuurlijk wel. Dat was natuurlijk de moeder. Je moeder heeft 9 maanden rondgelopen met jou. En je was behoorlijk zwaar. En toen je eenmaal was geboren, toen had ze natuurlijk wel wat lichter.
Maar toen moest ze natuurlijk zorgen voor je. Moest ze elke dag eten geven, moest ze je kleden. En heeft ze gezorgd dat je naar school komt. Ze heeft heel erg voor je gezorgd op allerlei manieren. Zonder dat ze wist of je haar ooit iets terug zou doen voor haar. Eigenlijk hebben we heel veel te danken aan onze ouders. En zo besefte ineens de man door te luisteren naar de wijze Kamnan dat hij in de fout was. Dat hij nooit had gezorgd voor degene aan wie hij eigenlijk heel veel had te danken. En dus bood hij de volgende dag zijn excuses aan zijn moeder en besloot hij zijn leven te beteren. Dus dit verhaal geeft aan iets heel belangrijks aan in het boeddhisme, namelijk dat we, ondanks dat onze ouders soms misschien fouten hebben, vergissingen maken, dat we wel heel veel te danken hebben aan hen. Het is het soort van deel van het boeddhisme waar je niet zo vaak over hoort, want we hebben nog wel eens de neiging in het Westen om veel nadruk te leggen op de meditatie en de aandacht. En dat is ook heel essentieel. Maar er is ook een sociale filosofie in het boeddhisme. En ik vind het zelf wel mooi om dit verhaal te vertellen, want dat illustreert ook iets over bewust te zijn van de goedheid die vaak om ons heen is. De goede dingen die mensen doen voor ons. Soms zelfs al hebben we misschien wel twijfels over hun intenties. Of hebben we soms wel eens dat ze ook wel op ons gevoel hebben, nou, ze doen ook wel veel verkeerde dingen. Maar toch aandacht hebben voor ook de goede kanten. En dat is wel heel mooi. Ik heb heel vaak dat ik kinderen op bezoek heb. Nou ja, heel vaak, nu en dan. Dat we scholen op bezoek hebben. Dan doe ik altijd, dan geef ik altijd als oefening. Schrijf eens een keer 10 dingen op die je ouders goed hebben gedaan. En dan heb je kinderen die dat heel makkelijk kunnen opschrijven. Maar je hebt ook helaas, de meerderheid van de kinderen moet er heel lang over nadenken. Zelfs als ze op de middelbare school zitten, kunnen ze soms duurt het heel lang voordat ze kunnen bedenken wat hun ouders allemaal goed voor hen hebben gedaan. Maar je hebt dan een enkele keer wel eens iemand hele mooie dingen kan schrijven over zijn ouders. Goed, dat wilde ik vertellen. En dit verhaal, daar kan ik nog een tijdje over verder vertellen, over dit idee. Maar dat zou misschien te ver gaan voor vanavond. Maar het is in ieder geval een mooi.